En ik ga eerst eventjes overschakelen naar Mike Staring. Want waar ben jij? Je bent onderweg, zie ik. Maar waar naartoe? Hey, hallo Margreet. Ik ben onderweg naar Sittard. Onderweg naar de boekpresentatie van Jan Geurts. Jan schreef het boek Ingehouden Adem. En hierin vertelt hij zijn persoonlijke verhaal hoe hij ruim 20 jaar gestreden heeft om zijn eigen homoseksualiteit te accepteren. Tot zo. En dan is het tijd om over te schakelen naar Mike Staring. En die is bij de boekpresentatie, als het goed is, tenminste, je weet het nooit precies, van Jan Geurts. Kom binnen. Hey, spannend moment. Absoluut. Ja. Over een paar, ik doe de deur even achter me dicht, want over een paar uur is het zover. Dan gaat het gebeuren, ja. Mijn boekpresentatie. Ja. Ingehouden Adem. Ja. Gaan we het hier in de gang vertellen of in de woonkamer? Kom maar verder, zou ik zeggen. Laat me met je mee. Nou, het boek gaat over eigenlijk beknopt mijn levensverhaal vanaf mijn 15e tot mijn 43e jaar. En dan de strijd tegen mijn homoseksuele gevoelens. En dat is natuurlijk een heel heftig verhaal. Ik heb met mijn 15e heb ik eigenlijk me proberen te outen. Ja. Dat werd toen niet serieus genomen. Dus ik heb eigenlijk daarna een leven als heteroseksueel geleid. Maar door wie werd het dan niet serieus genomen? In eerste instantie door mijn ouders, door de huisarts, door mezelf ook, niet te vergeten. Dus ik had zelf ook zoiets van, ja, wil ik dat wel? Nee. Dus ik ben getrouwd met een vrouw. Ik heb een zoon gekregen. En daarna begon toch langzaam het gevoel van, ja, dit is het niet. Dat moet een behoorlijke strijd geweest zijn. Absoluut, ja. Zwaar? Zwaar, veel frustratie, woede, onrust, vechten tegen die gevoelens. Maar uiteindelijk win je dat niet. En is dat ook goed dat je die niet wint, want het gaat erom dat je jezelf bent. Wat was nou de moeilijkste tijd? De moeilijkste tijd was toen mijn zoon geboren werd en toen ik zoiets had van, ja, nou zit ik vast, nou heb ik verantwoordelijkheidsgevoel en nou kan ik niet meer terug. Toen kwamen die gevoelens pas heel sterk naar boven. En dan ga je vechten tegen die gevoelens. En hoe meer je er tegen vecht, hoe sterker dat ze bij mij naar boven kwamen. Ja. En uiteindelijk heb ik 7 jaar later toch de knoop doorgehakt en ben ik gescheiden. En eindelijk uit de kast gekomen. Voelde je je bevrijd? Ja, absoluut. Waarin uitte zich dat? Nou, als ik nou foto's zie van toen, had ik heel doffe ogen, heel opgeblazen gezicht. Ik was gewoon mezelf niet. En ik had nou zoiets van, ik kan letterlijk weer ademen. Ik heb weer zin in het leven. Ik voel me nou eindelijk pas echt lekker. Jij hebt mij gevraagd om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ja. Ik voelde me vereerd. Maar wat heb ik voor je kunnen betekenen? Nou, jij bent precies het voorbeeld voor mij van een homo die gewoon normaal is. Dat klinkt heel stom, zoals ik nu zeg. Maar leg toe. Mensen hebben vaak een beeld van homo's dat ze allemaal verwijfd of extravagant zijn. Of, nou ja, het is altijd zichtbaar voor iedereen, blijkbaar, denkt men. Maar bij jou is dat dus absoluut niet zo. Nou, dank je voor het compliment. Maar alsjeblieft. Nou, de boeken zijn ingepakt. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Hotel Merici in Sittard. Want daar is de presentatie. Daar is de presentatie om 3 uur. Volgens mij zit voor mij een hele trotse moeder. Ja, dat ben ik. Vertel. Ik ben heel trots op onze zoon. En ik ben er ook heel blij mee dat hij daar toch voor uitgekomen is. En dat hij hier zo opende. Dat geeft dat moed en kracht om dat zo te doen. Dat vind ik heel, heel bijzonder. U heeft het boek gelezen, helemaal, neem ik aan. Ja. Dat lijkt me best heftig. Dat was soms heel heftig. En vooral omdat het ergste vind ik dat hij zo geworsteld heeft. Dat hij, wij wisten veel van elkaar, maar dat hij zo geworsteld heeft, dat doet me heel veel verdriet. Maar het zijn ook mooie dingen. Ik heb dus ook een kleinkind, omdat hij getrouwd is geweest. En dat zijn ook weer mooie dingen om dat weer te beleven. Dus, ik hou ontzettend veel van hem. Ja. Welkom allemaal. Nou, dit is hem dan. Mijn eerste en waarschijnlijk laatste boek. Na ruim 1,5 jaar schrijven, herschrijven en vooral herbeleven, ben ik dan eindelijk beland op de dag dat ik mijn verhaal presenteer aan de wereld.
Ik wil met mijn verhaal aantonen dat het voor veel homo's nog steeds moeilijk kan zijn om uit de kast te komen. Maar dat het als een bevrijding voelt als je na al die jaren eindelijk jezelf kunt en mag zijn. Jullie hebben me altijd gesteund en geaccepteerd. En als iedereen zulke vrienden en familie had, zou het leven van menig homo er een stuk beter uitzien. Dat ik op mannen val is bijzaak. Ik ben tenslotte mijn halve leven samen geweest met mijn beste vriendin. Ik voel me niet homo, niet hetero, niet bi. Ik voel me gewoon Jan. Mijn boek is ook een klein eerbetoon aan mijn jeugdidool Ria Briefies. Zij loopt als een rode draad door mijn leven. Toen ik een jaar of 20 was, keek ik vaak naar Kool TV. Niet voor het programma, maar meer voor de presentator, Mike Staring. En ik vind het een grote eer dat ik jou zo meteen mijn eerste exemplaar mag overhandigen. Dankjewel. Dank je. Heek, je vader heeft net zijn boek gepresenteerd. Ja. Wat vond je ervan? Ja, wel spannend. Ja. Ja? Wat kan jij nog het moment herinneren toen je vader vertelde dat hij homo was? Ja, dat kan me nog goed herinneren. Hoe oud was je? 7. Wat dacht je toen je vader zei dat hij op mannen viel? Ik dacht, ja, het zal wel kloppen en we gaan gewoon verder. Het was ja, alleen wat anders. Dus. Ben je trots? Ja, ik ben wel trots dat hij dit boek nu heeft gepresenteerd. Jan, de presentatie is achter de rug. Hoe voel je je? Nou, helemaal super. Vertel. Het is heel mooi, heel ontroerend. Ik merk dat heel veel mensen toch wel emotioneel zijn, vooral de vrouwen. Die zoiets hebben van poeh. Heftig verhaal en eindelijk heb je het geluk gevonden in je leven. En zo voel ik het zelf ook. Ik heb alle lieve vrienden en familie om me heen. En nou ja, de presentatie was voor mij zoals ik het precies voor ogen had. Met jou en mezelf en nou ja, alles valt op zijn plek. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze het boek aanschaffen? Via www.brevenieuwboeks.nl. Staat onder in beeld nu. Oké. Okay. Ja. Schuine streep in gouden adem. Nee, het staat onder in beeld. Oh, top. Hey, dankjewel voor vandaag en jij voor ook. Je mooie en persoonlijke verhaal. Dank je. Ja, joh. Goh, wat goed als je dat zo ziet. Dat mensen zich zo uiten. En dat het begrip er uiteindelijk toch komt. In het begin niet, maar uiteindelijk komt het wel. Geef elkaar de ruimte om te leven zoals je voelt dat je moet leven.